Want je krijgt onder de bal komt. Dus als je de bal hoog stuit, hè, probeer een stand naar achteren te doen en dan goed voor de bal. Ik vind het ontzettend leuk om tennisles te geven. En op dit moment ga ik, of zometeen ga ik lesgeven aan de groep die achter hier staat. En ze hebben er veel zin in. Goed, we hebben iets gehoord over een tennis challenge komende zomer. Wat kun je daarover vertellen? Nou, de Zomer Challenge is een lidmaatschap waarbij mensen een abonnement af kunnen sluiten voor 3 maanden tennis. Voor slechts €30. En dan kunnen ze gebruik maken van ons tennispark. Nou, de tennis is ideaal voor sporten die bijvoorbeeld stil liggen in de zomer. En die sporten of tennis, ja, kun je al met z'n tweeën doen. Met z'n vieren. Dus, vorig jaar waren er rond 25 leden die de Zomer Challenge hebben gevolgd. Of deel hebben genomen. En zijn dat alleen maar ouderen of zijn dat ook jongeren? Het zijn ook wel jongeren. Het is een beetje een mix van tussen de 18 en rond 50 jaar. Komende zomer gaat het weer van start. Wat verwachten jullie daarvan? Ja, we verwachten dat mensen komen die bijvoorbeeld niet binnensporten kunnen. Het initiatief komt ook van de KNLTB, van de Tennisbond. Dus zij promoten deze actie ook om, om sporten die stil liggen. Of mensen die een sport doen waarbij het stil ligt. Dat ze dat kunnen oppakken. Nou ben ik een voetballer. Dan ga ik hier naartoe, maar ik heb nog nooit een racket in handen gehad. Hoe vangen jullie dat op? Nou, mensen geven dat vaak wel aan. Van ik heb geen racket, kunnen we een racket lenen? Je kun je gebruik maken van het tenniscomplex. Dus je kan een sleutel tegen een borgbedrag gebruiken. En dan kun je zelf een baan afhuren via de app. En dan kunnen ze hier naartoe komen. En als ze niet bekend zijn met de vereniging, dan komt een van ons welkom heten. Met hoeveel man zijn jullie om dat te in goede banen te leiden? Ons bestuur bestaat op dit moment uit 4 personen. En wij zijn daar wel actief. Tennis kun je prima buiten doen. En we hebben hier kunstgrasbanen. Dus als het regent, dan kun je hier ook prima op terecht. We mochten best wel lang enkelen. Dus 1-1 spelen. En... dat is ook wel flink gebruik van gemaakt dat mocht. En helaas is de kantine nog gesloten. Dat is wel erg jammer voor de inkomsten. Hoe kunnen mensen zich aanmelden voor die challenge? Dat kan via onze website op atvdemolenhoek.nl. En daar kunnen ze zich aanmelden. Zijn er mensen die vorig jaar aan de challenge hebben deelgenomen, lid geworden van de Molenhoek? Ja, er zijn een aantal... leden die hebben bedankt, die weer met de eigen sport verder gingen. Maar er zijn ook wel leden die zijn gaan tennissen en hun eigen sport ook nog beoefenen.